Als klein jongetje zat ik al iedere dag te tekenen. Ik kom even, om even duidelijk te maken, uit een gezin van kunstenaars. Dus het is met de paplepel ingegoten. Er was altijd wel een papiertje en een potlood om te tekenen. Maar mijn ouders vonden het natuurlijk ook heel interessant. Mijn moeder was illustratrice en mijn vader is een redelijk bekende nationale kunstenaar geworden. In Nederland dan, niet over de grenzen. En omdat ik dus zo goed kon tekenen en omdat dat begon eigenlijk al met een prijswinnaar op 6-jarige leeftijd en verschillende andere prijzen waar ik ook nog in de krant kwam enzovoort. Zulke soort dingen. Ik was eigenlijk voorbestemd natuurlijk om in de kunst te gaan. Ik heb al op de academie, toen ik, het was in 1963, dus ik was 21, heb ik de koninklijke subsidie gekregen. Dat was nogal een evenement, want dat gebeurde meestal daarna, als je ging schilderen enzovoort enzovoort. En dat was zelfs met mijn eerste schilderijtjes, wat natuurlijk helemaal te gek was eigenlijk. Het was een serietje van 3, allemaal hetzelfde formaat en eigenlijk heel onschuldig mijn bewondering voor die oude schilderkunst etalerend. Maar het was toch resoluut van deze tijd, want je kon toch niet echt zeggen dat dit geschilderd zou zijn in de tijd van Van Eyck of dat het geschilderd zou zijn in de 19e eeuw. Of het was dus toch. En ik geloof dat dat belangrijk is voor mijn schilderkunst. Ik heb een grote bewondering voor de ouderen, maar ik ben toch resoluut van deze tijd. Dat is misschien ook wel in wat ik wilde schilderen, want ik heb eigenlijk heb ik me nooit willen beperken. Ik vond dat alles moest een onderwerp kunnen zijn om een afbeelding te maken. Schilderij of weet ik veel wat dan ook. En dat ging dus van een heel intiem evenement tot een groot politiek evenement als de moord op Kennedy die in die tijd plaatsvond, afgeschoten in zijn auto. Dat moest allemaal kunnen, vond ik. Ik kijk om me heen en ik zie zoveel, dat sla ik op, daar maak ik een selectie over. En dan komt het weer, dat gevoel om dat je zin hebt om iets te maken. En dan ga je aan het werk met die selecties en waar je mee bezig bent. En dan rolt er weer wat uit. De lijn, dat is dus een pure abstractie, want hij bestaat in wezen niet in de natuur. Er zijn wel richtingen in de natuur en een gebouw staat natuurlijk recht overeind en een muur is vaak recht afgesneden. Maar om te verzinnen dat dat een lijn is, dat is weer heel wat anders. En als je dus een puur lijnbeeld maakt van een werkelijkheid, van een landschap of van een figuur of van een stilleven, op objecten. Laat het maar eens een hond zien, die ziet er niks in. Of zelfs een aap ziet er niet. Dus dat is iets wat wij ontwikkeld hebben, dat we de hele wereld kunnen verbeelden op een plat velletje papier van twee dimensies met een paar lijnen.
Dat is toch ongelooflijk als je dat... Als je dat realiseert, bijvoorbeeld, het is, iedere dag leven we ermee, dus niemand denkt er meer aan. Maar het is fantastisch. Het is een waanzinnige abstractie om de wereld te kunnen begrijpen in alleen zijn contouren. Hollandse kunstcriticus Dolf Welling heeft ooit eens gedefinieerd twee dingen over mijn schilderkunst waar ik blij mee ben. Wat ben je niet altijd, wat critici over je werk zeggen. De ene is dat hij mij een psychisch impressionist genoemd heeft. Dus iemand die over de emoties en de psyche van de mensen schildert zonder daarbij precies te zijn. Een impressie daarover te geven. Niet theoretisch en niet wetenschappelijk correct. Dat is één. De andere is dat hij het kantelmoment heeft ontdekt in mijn schilderijen. Dat zo genoemd heeft, en dat vind ik een heel mooie definitie. Dat is namelijk zo dat ik in heel veel schilderijen en tekeningen een moment weergeef waarop een situatie verandert. Iemand die over een hond valt, iemand die een bloemvaasje omstoot, het vaasje valt. Iets wat waar iemand tegen op botst. Een emotie waarbij iemand ineens met de vuist op tafel slaat en de bloempotjes in de lucht vliegen die daar op tafel staan, iemand die per ongeluk zijn armen op een mes zet wat op de tafel zit en wat een penseel doorsnijdt van een schilder die daarnaast staat. Zoek soort dingen, kleine momenten waarop iets verandert en waarbij vaak de personen die daarmee betrokken zijn zich nog niet realiseren wat er eigenlijk aan de hand is. Of eentje wel en een ander niet, enzovoort, enzovoort. Het is dus een hele complexe situatie rond het veranderen van die situatie. Ik heb altijd gewild dat alles mogelijk moest zijn om een schilderij of een tekening van te maken. Dus dat kan gaan van visuele indrukken, wat de allereerste zaak is natuurlijk voor een schilder, tot diepgaande ideeën en of verliggende herinneringen of dingen waar je nooit wat mee te maken hebt, maar waar je over gelezen hebt. Alles is mogelijk. Dit schilderij heet Poging tot ontvoering en ik heb het gemaakt omdat er was een soort krantenberichtje in die tijd over een poging om, ik geloof, een Canadese diplomaat te ontvoeren. En dit is het moment waarop de mensen zich er rekenschap van geven dat er iets naars aan het gebeuren is. Dus de jockey probeert van zijn paard te springen aan de andere kant. Dat is handiger, want daar ben je meer beschermd. De dame laat haar Polaroid-fotootjes vallen. Het paard heeft er nog het minst mee te maken, want die weet natuurlijk niet wat er in mensenbreinen omgaat. En de andere man rent weg van de Tupamaro naar de mensen toe. Misschien om te beschermen, misschien om ook zo ver mogelijk van die man weg te zijn. Ja, ik had dus bedacht dat ik dat allemaal wel eens wilde schilderen en met zoveel mogelijk realisme erin. Mijn poging tot ontvoering is misschien min of meer geplaatst in Zuid-Amerika, dat weet ik eigenlijk niet precies. Later ben ik daar wel terecht gekomen, maar toen was de revolutie net de andere kant op gegaan. Toen ik die reis maakte naar Buenos Aires, waar ik was uitgenodigd, ik kende verder niemand. Tijdens mijn reis, die een beetje langer duurde dan normaal, vanwege stakingen op vliegvelden enzovoort, enzovoort. Daar hebben toen de militairen de macht overgenomen en die guerrilla dus afgemaakt, uitgeroeid in Argentinië. En dat was dus het begin van de omkeer.
Kijk, ik schilder eigenlijk wat ik in mijn onderbewustzijn heb. Ik wil het niet naar het puur bewuste toehalen meteen, maar ik doe even de deur open van mijn onderbewustzijn en kijk wat ik daar zie en dan ga ik dat schilderen. Dus dat is een andere manier misschien om het te zeggen, dat ik de zaken niet wil definiëren van tevoren en dat ik niet me wil beperken, want in dat... Als ik de deur open doe, dan zie ik van alles. Dat is een rijste brei van alles wat er om je heen gebeurt en waar je mee geconfronteerd wordt als je een levend iemand bent. Daar komen onderwerpen uit, daar komen beelden uit. Die het echt waard zijn om te proberen om dat vast te leggen in een schilderij of een tekening of weet ik veel wat. En ik heb nooit iets willen weggooien uit het geheel waar je mee kon werken. Dus op een andere manier gezegd, alles moest kunnen. Dus dat indikken van wat Mondriaan gedaan heeft, ik heb wel veel bewondering voor het resultaat, maar ik zou dat niet kunnen, zou me doodvervelen. De schilder is gewoon op zoek naar schoonheid, hoe dan ook, of waar die dan ook ontstaat, en waarop die gebaseerd is en wat schoonheid nou precies is, dat weet ik ook niet, maar je zoekt een manier om dat beeld wat je aan het fabriceren bent, wat je aan het maken bent, om dat zo mooi mogelijk, zo verleidelijk mogelijk te maken, zodat de mensen er inderdaad naar gaan kijken, dat ze verleid worden door de schoonheid van het beeld. Of dat beeld nou een ontploffing is, of een moordpartij, of een liefdesscène, of een landschap. All the same. Alsjeblieft.